Het is nu precies 10 uur en dit gaat mijn bedtijd worden. Wat? Ik ben Monica en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Afgelopen nachten en eigenlijk al maandenlang ga ik te laat naar bed en sta ik te vroeg op. En eigenlijk heb ik gewoon hartstikke slaaptekort. En ik ben eigenlijk niet slapig omdat het een soort van normaal is. Het is een soort van niet de bedoeling. In deze video ga ik mijn slaapritme herstellen. Ik had trouwens eigenlijk al een intro opgenomen. Maar dat was op een avond dat ik zo enorm moe was. Ik ben moe en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Maar goed, hier moet dus verandering komen en ik ben echt heel moe. Ik was net ook aan het praten op Snapchat en ik dacht echt, wat zeg ik nou? Ik weet niet wat me gebeurt. Het is inmiddels 2 over 2, 10 en normaal, de afgelopen nachten ging ik dus heel laat naar bed toe en ik stond dan wel nog steeds best wel vroeg op, want dan... Waarom ook alweer? Ik weet niet meer wanneer, waarom. Maar goed, ja, dat deed ik dus. En dit is gewoon het punt waarop ik denk, het kan niet langer. Dus ik ga vanaf nu proberen mijn slaapritme gezond te krijgen. En we beginnen vandaag. nu naar bed. You. Als ik dan naar mezelf terugluister, weet ik ook niet meer precies wat ik zei. Maar wat ik wel weet, is dat ik er op een bepaalde manier voor moet zorgen dat ik genoeg slaap krijg. En dat is niet door gewoon in de avond lekker aan mijn bureau te zitten. Ineens op de klok kijk en zie je dat het alweer 11:30 is. En dan wordt later en dan ben ik of ik ben een video aan het editen. Video editen. 4 uur 's nachts is een gewoonte op zaterdag. Ja, het plan voor nu is dat ik naar bed toe ga. Pyjama aantrekken. En dan ga ik het met jullie over een paar seconden hebben over slapen. Eigenlijk is het wel fijn slapen, ik bedoel. Ooit had ik in mijn Insta-verhaal gezet van die polls van hey, hoe laat gaan jullie naar bed? En hoe laat worden jullie wakker in de ochtend? En zijn jullie meer een ochtendmens of een avondmens? En daarop heb ik antwoorden gekregen. Trouwens, deze video, ik heb er echt 3 maanden over gedaan of zo. Omdat het een progressievideo is. En nu zijn we hier en ik heb progressie gemaakt. Hoe insane is dat? Ik wil nog eventjes iemand bedanken. En dat is Eva Roos van der Heijden. Ik struggelde dus best wel met het daadwerkelijk op tijd naar bed toe gaan. Ik heb deze video 3-4 keer opnieuw gestart. En toen Eva Roos deze video postte over 7 habits die haar leven hebben verbeterd. Daarin kwam ook voor genoeg slaap krijgen. En toen dacht ik, ik word hier opgeroepen om deze video af te maken. Dus hier zijn we. Veel kijkplezier. Ik dacht ineens, hey, ik ga zo laat naar bed en dan sta ik zo laat op. En toen vroeg ik me eigenlijk af, wat is jullie slaapritme? Ik ga nu eventjes dat in mijn verhaal zetten. Met die plukjes, die waren gewoon tot hier. 70% vind ik zelf een avondmens. En ik vind mezelf nog steeds een avondmens. Ik ben niet een ochtendmens geworden. Oh ja, volg me even op Kladblad. Overal, Insta, TikTok, YouTube, Pinterest. Pinterest heet ik Monica ASVB. Spotify ook. 40% van ons zei ik word wakker na 8 uur. En net iets minder zei ik word wakker tussen 7 en 8. Dus ik hoor nu bij de tussen 7 en 8. Want ik word meestal wakker heel random. 5 minuten voor mijn werk. En dan denk ik, oké, wat heb ik gedroomd? Dat was echt weird. En dan schrijf ik het in mijn dromendagboek. Daar heb ik nog een andere video over. Oh my god. Ik heb er zo op zien. Oké, verder. En maar 9 mensen zeiden dat ze voor 6 uur opstonden. Als je dat doet, vind ik het heel knap van je. Want ik zou het echt niet kunnen om voor 6 uur opstaan. En het grootste deel van ons gaat tussen 10 uur en 11 uur naar bed toe. En ik hoor daar nu ook bij. Toch mooi om te kunnen zeggen. Mijn doel en eigenlijk het doel wat voor elke jongere zou moeten gelden is 9 uur slaap krijgen. En daarom ga ik om 10 uur naar bed. Of in ieder geval om 9:30 begin ik met mijn routine. Want mijn routine duurt soms een half uur en soms een uur. Het ligt er maar net aan. Dus laat zeggen om 11 uur lig ik in mijn bed en ben ik klaar om te gaan slapen. En als ik mijn wekker dan elke ochtend, zowel als ik het eerste uur begin als in het weekend zet, dan heb ik in ieder geval 8 uur slaap. En meestal heb ik dan ook 9 uur slaap. En nu denk je waarschijnlijk, waarom ga je niet gewoon lekker uitslapen in het weekend? Waarom zit je wekker dan ook om 8 uur? Nou kijk, de klok in je hersenen. Dit is zo, ik weet echt niet of ik het goed uitleg, maar dat is beter of zo. Ja. Ik heb dus best vaak gehad dat ik op het laatste moment projecten ging maken. Ja, ik was tot 3 uur 's nachts bezig. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar goed. Ik dacht, ah joh... Ik haal het wel in het weekend. Komt wel.
blijkt, kan dat dus helemaal niet. Je kan niet je slaap inhalen. Wat ook goed voor je is, is om in de ochtend gelijk licht te zien. Monica zag het beeld verschijnen. Goedemorgen. Het is nu 11:25 en ik begon het eerste uur, maar ik was te laat opgestaan om hem om te kleden en te eten. En dan kon ze er stond zitten. Dus ik heb gewoon een trui aangetrokken over mijn pyjama. Goed begin van de dag. Het is nu 7:50. Ik ben echt de hele dag belabberd. Een reden zou kunnen zijn, sowieso, dat ik te lang op mijn laptop zit. Omdat ik een profielwerkstuk moet inleveren deze week. En de tweede reden, dat ik de afgelopen twee nachten gewoon na 12 uur naar bed toe ben gegaan. En ik heb een nieuwe soort van avondroutine onderdeel bedacht. En dat is dat ik tijdens de avondeten dat ik mijn telefoon in een la doe daar ergens. Waarschijnlijk die. En dan ga ik er de hele avond niet meer op. Ik weet niet of ik het goed uitleg, maar hier komt informatie. Ik heb dus gelezen dat het licht van beeldschermen, zoals van je telefoon of van je laptop, er in de avond voor zorgen dat je minder slaperig bent. Omdat het licht je laat denken dat het overdag is. En je hersenen maken dan geen melatonine aan, het stofje, waardoor je slaperig wordt. Dus daarom heb ik voor mezelf ingesteld dat ik zonder telefoon naar bed toe ga. Maar dan zet ik mijn wekker al vast. Zodat als ik op moet staan in de ochtend, dat mijn wekker dan afgaat en dat ik dan uit mijn bed moet. En dan mijn telefoon pak en dan niet meer terug mijn bed in ga. Normaal gesproken ga ik mijn wekker af in mijn bed, want mijn telefoon heb ik gewoon in mijn bed liggen. En dan blijf ik minstens een half uur in mijn bed liggen om op Insta, Snapchat, TikTok voor de afgelopen twee nachten. Daarvoor ging het echt best goed met op tijd naar bed toe gaan. Maar nu moet ik dat weer even oppakken. Wat ik ook gelezen heb is dat niet alleen het licht ervoor zorgt dat je slaperig wordt en melatonine aanmaakt, maar dat ook de maar dat ook de routine daarbij kan helpen. En daarom heb ik dus een avondroutine gemaakt waar ik me echt gewoon elke dag aan hou. Je hersenen denken dan, oh, ik doe dit. En normaal gesproken ga ik daarna slapen. Dus ik word nu alvast moe om te gaan slapen. Gisteravond heb ik dan voor het eerst mijn dag ingepland. Wekker gezet, mijn telefoon in de... Toen ik in bed ging liggen was ik bang dat ik een keer wakker zou worden in de avond en dat ik niet zou weten hoe laat het was. Eerst lag ik even wakker en ik was toen aan het denken over hairstyles, dat soort dingen. En daarna ben ik in slaap gevallen. Toen werd ik één keer wakker. Toen dacht ik, voel me dat een klein kind, zoals vroeger, dat ik gewoon niet weet hoe laat het is. Wat moet ik doen? Ja, ik kan weer gaan slapen nu. Maar toen ben ik weer in slaap gevallen en toen werd ik wakker door mijn wekker. En ik dacht, oh my god, het is de dag. Ik sla mijn deken weg, ik ga naar mijn la, ik doe hem open, ik pak mijn telefoon, ik doe hem uit de wekker. En ik ga mijn ochtendroutine beginnen en ik dacht echt, ah, oh, normaal lig ik nog een heel uur in mijn bed. En nu ga ik hetzelfde doen. Wow, ik bedenk me dat ik heb natuurlijk gedroomd. Maar wat heb ik ook weer gedroomd? Er gebeuren rare dingen met me. Het is nu... Het is 21:20. Ik heb het idee dat ik naar bed toe ga. Nee, ik heb niet het idee dat ik naar bed toe ga. Ik heb gewoon net mijn hele bureau opgeruimd. Eerst ga ik yoga doen en dan ga ik ook gewoon naar bed toe gaan en zo. En dan ga ik in bed lezen. Wat zit mijn haar apart? Zoals jullie nu al weten heb ik een dagboek. En in het dagboek schrijf ik dus elke dag de datum. En dan schrijf ik daarbij de tijd. Bijvoorbeeld 22:58 tot 23:07. Dat zijn tot nu toe de tijden die wat later zijn voor mij. Maar normaal gesproken was het 12 tot 1 of 2 of zo dat ik er dan opschreef. Goed dat je er nog steeds bent. Ik ga jullie nu vertellen hoe mijn eindstand avondroutine is. Nou, ik ga het niet vertellen. Ik ga het gewoon laten zien. En ik keek net op mijn telefoon, want ik voelde me een beetje moe. Ik kwam wel even weten hoe laat het was. Toen dacht ik, ja, 10:10. Lekker naar bed toe gaan. Ik ga nu mijn dag inplannen voor morgen. Check. Dan zet ik mijn telefoon nu op vliegtuigstand
morgen lekker om 8 uur wakker worden. Tot nu toe lukt het elke keer. En dan stop ik mijn telefoon in de la. Nu is het tijd voor tandenpoetsen. Hey, jij hebt ook niet. Oké. Je zit in mijn kast. Omkleden. Tijd voor yoga. Familie, wel te rusten zeggen. Goedemorgen. Nou, nu dat ik mijn hele ochtendroutine heb gedaan, ben ik begonnen aan mijn dag. Ik dacht, oh ja, ik heb nog een telefoon en dan moet ik nog even kijken wat ik precies gepland had voor vandaag. En dan is nu ook het moment dat ik mijn vliegtuigstand uitzet. Eigenlijk probeer ik wel zo min mogelijk op social media te zitten, want ik merk wel dat als ik in de ochtend niet op social media zit, dat ik de hele dag veel minder op social media zit en dat ik veel productiever ben. Het is echt heel cliché, maar deze routine heeft mijn ochtend, avond, middag gewoon mijn leven echt verbeterd. Oh, dat is zo cliché. Is deze video geslaagd? Ik ben heel blij dat ik dit heb gedaan en dat ik deze video heb gemaakt. En ik hoop je te inspireren om voor die 9 uur slaap te gaan. Ook al denk je, net zoals ik dacht, oh, ik ben een uitzondering. Ik heb geen 8 uur, 9 uur slaap nodig. Laat maar lekker om 3 uur op mijn telefoon zitten. En dan ga ik wel gewoon lekker tot 12 uur in mijn bed liggen. Ik ben veel minder moe. Ik zit lekker in mijn vel. Ik voel me over het algemeen rustiger. En ik ben veel gefocuster. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En dat ik je heb gemotiveerd om op tijd te gaan slapen. En misschien slaap je al op tijd en denk, oh my god, lekker bezig. Pas goed op jezelf, pas goed op anderen. Dan zie ik je de volgende keer. Slaap lekker. Of, nou ja, ik upload dit om 9 uur. Dus ik denk niet, ga nu niet slapen als je deze video in de ochtend kijkt. Like deze video als je er wat van geleerd hebt. Of het gewoon leuk vond om deze video te kijken. Wat kan je nog meer doen? Abonneren. Abonneer op mijn kanaal. Oh my god. De 1000 komen er gewoon binnen een maand of zo. Nou, dat lijkt me wel heel cool. Maar ik weet niet of het gaat lukken. Maar het is wel cool. Laat in de comments iets weten van hoe dat je naar bed gaat. Of of jij ook slaapproblemen had of hebt. Of wat je van deze video vond. Deel je ervaring. Doei doei.